Heb je de bel gehoord? Nee. Nee. Ja. Dan moeten we wachten. Duurt er nog een keer. Nog een keer bellen, hè? Derde keer, goeie keer, Mark. Moet ik het proberen, hè? Dan raak ik nu niet binnen, joh. Moet ik je bellen, hè? Ja. En ik hoor een deur. Kom bewegingen. Ja, inderdaad. Ah. Welkom. Ja, Didier. Goedendag. Mensen zijn dan toch komen opdagen en ze waren wel heel vriendelijk en heel spontaan. En ja, dat vond ik wel in orde. Welkom bij ons. Maison Poor. Ja. Het oude havenhuis. Ja, het zit alles op een binnenkoer. Ja, ja. Het is klein bij ons. Het is heel klein. Het is mooi. Alles bij elkaar. Dus we zitten niet afgelegen, niet volledig apart. We zitten in een dorp, dus we hebben wel de bus die passeert, de camion die passeert, auto's die passeren. Dat hoort je wel. Voilà, zie. Oké. Okay. Ja. Jullie kamerken. Okay. Ja. Oké. Okay. Ziet er mooi uit. Ik zou zeggen, gaan jullie zelf op ontdekking in onze kamers? Zoek het een beetje op. Zegde mijn vrouw snurkt te veel vannacht en wilde hij anders slapen. Boven staan er ook bedjes klaar. Ah, ja. Ik snurk zodanig luid dat hij dat boven ook zal horen. Voilà. De kamer is ruim genoeg voor twee personen, maar voor de vijf personen die er kunnen slapen, vind ik de kamer te klein.